Hallo guys en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogje. Ik ben nu een paar scripts aan het leren, omdat ik straks een auditie heb. Alleen ik mag niet zeggen waarvoor, sorry. Ik ben buiten adem. Niet met brownie. En ik ben nu even een script aan het leren. Voor een paar uurtjes ga ik mijn auditie doen in Amsterdam. Het is voor een serie. Ik hoop echt dat ik gekozen word. We waren net ook huis gaan bezichtigen, want wij willen dus naar een nieuw huis. Omdat dit huis is toch wel iets te groot voor ons twee alleen. We hebben 3-verdieping woning en met schoonmaken zo, ja, het is gewoon echt too much. En heel veel mensen zeggen van, ja, maar wat als je kinderen krijgt, dan is een groot huis toch juist beter, bla bla bla. Ja, kijk, weet je wat het is? We zijn nu niet aan het plannen of zo om een kind te krijgen. Dus ik wil niet baseren op, ja, als ik een kind krijg, wil ik nog in het grotere huis blijven en zo. Dus ja, ik denk ook van, we huren gewoon. Dus op het moment dat wij denken van, hé, we krijgen een kind en we moeten een groot huis. Dan, ja, dan gaan we gewoon weer verder op zoek naar een nieuw huis. Alleen ik vind het verhuis wel echt heel kut. Maar ook weer heel leuk om een nieuw huis helemaal in te richten. Maar oude spullen meenemen, dat vind ik altijd wel heel erg vervelend. Als het goed is, ja, we hebben net dus eentje achter de rug gehad. Die was hier precies om de hoek in onze oude straat toevallig, in Almerepoort. En na mijn auditie gaan we snel snoep uitkiezen voor de snoepvideo die we gaan maken met April en Angelique. Daar heb ik ook echt super veel zin in. En daarna hebben we een nieuwe bezichtiging en daar ga ik jullie wel in meenemen. Want ik heb ook jullie mening nodig. We zijn op zoek naar 3 kamers. Dus 1 kamer voor onze kleding, 1 kamer voor mijn kantoor en een slaapkamer. Dus ik ga nu nog eventjes snel leren, want ik krijg het maar niet in mijn hoofd. En dan zien jullie me dadelijk. Ciao, ciao. Jongens, onze ballenpakketje is binnengekomen. Wat is dit? Veel plezier, ballen Douglas. Wauw, mooie foto van een mooie man en een mooie vrouw, wauw. Nou, kunnen jullie even bellen? Oh, dit is echt alleen voor jou. Kijk, kom eens kijken. Oh. Oh, dit is Baller X parfum of zo. Nou, schat, we hebben parfum gekregen. Hé, laat eens, hè. Ja, doe dat. En een Baller hoodie. Nou, dit is de parfum van Baller. Hij ruikt wel echt heel lekker, die vrouwelijke parfum. Nou, ga je hem even opspuiten. Ik vind het flesje wel mooi. Ja. Ik ga vast een echte model die parfum opspuiten, let op. Baller. Moet ik het wel doen, hè? Hard drukken, schat. Ja, dus. Ruikt hij lekker? Mag ik wel iets. Het ruikt een beetje naar Dio. Jawel, hè? Dio. Joh, dat is wel lekker. Hij is ook handig mee te nemen. Het gaat om de details, jongens. Zie je dat? Wat staat er dan? Baller. Nou, we gaan nu naar ons. Ja, naar mijn. We gaan nu naar mijn auditie. Ik heb mijn tekst goed geleerd. Dus ik hoop niet dat ik een blackout zou krijgen. Dat ik een tekst geef en dan. Shabalaka ding dong. Nee, we gaan nu spullen aan doen. Ze hebben ook trouwens hoodies opgestuurd. Ze zijn echt super cute, alleen het is in maat XS. En ja, we zijn niet zo dun. Lijkt je echt zo klein op het internet, toch? Nee, hè. Mijn buik ziet er ook groot uit op internet, dus ja. Maar het idee was leuk. Ja, jongens, daar zijn we weer. Hey, ik. Nou, schat. Dit is eigenlijk de eerste keer dat je me weer filmt na de pranken die ik bij heb uitgehaald. Toch? Eigenlijk hoor je niet meer in de vlog. Eigenlijk hoor ik niet meer in de vlog. Ik ben geboycott, zeg voor me. Alle mensen die de prank wel grappig vonden, zet een love. Echt heel weinig, zet een love voor mij in de comments. Want ik krijg heel veel. Ik heb net de auditie gehad. Je praat gewoon doorheen. Ik wou zeggen, ik kreeg heel veel positieve reacties. Dus ja, man, dat. Wat wou je zeggen? Je had net die auditie gehad. Ja, ik heb net de auditie gehad. Dat is goed gegaan. Sorry hoor. Jongens. En we gaan nu naar een huis om te bezichtigen. In Almerepoort.
Jongens, ik hoop dat we dit huis krijgen. Ik vond dit huis zo mooi. Ik hoop het ook, man. 4 Jilly is on. Pas jouw sieraad. Hey, ik moet nog stories maken. Shit. Oeps. Ja. Vonden ze het een keer weer vergeten. We gaan dus nu bezichtigen bij een huis. Ook in Almere. En ja, ik hoop dat dat wat wordt. En ja, we gaan ze meenemen toch, naar de woning. Yes. Dus jullie gaan alles zien, man. Zien. Wie niet weg is, is goed. Zien. Hé, Brownie? Baby. Brownje, kom dan. Kijk, zo schattig is hij, hè, jongens. Hij ging tussen... Hij ging tijdens de auditie van Vonne. Ging niet tussen je doorheen. Doorheen lopen, ja. Nou jongens, we laten jullie straks de woning zien die we gaan bezichtigen. Ciao. Ja, we zijn het 150. Ja. Badkamer is wel echt strakjes. Wordt dit het huis? Ik weet niet, man. Het ziet er wel netjes uit. Alleen moet je de knop ingedrukt houden om naar beneden te gaan. Ja, alleen door deze wil ik hem niet meer. Ik wil gewoon in één keer loslaten. Nou jongens, we hebben seafood gekregen van It's a Boil. It's a Boil. It's a Boil. Nou, hey, we gaan het ruikt echt super lekker, hoor. Dit is kreeft. Nou, we gaan nu even kreeft eten, jongens. Alleen ik weet niet hoe je die shizzle openmaakt. Ah. Ik hoop dat ik een goeie heb getagd, man. Anders hebben ze echt pech. Wat maar is die naam is ook zo moeilijk. It's. It's a boil. It's. Wacht even aan. Picobello. Kijk, ik heb gewoon een Chinese opa getagd. Kijk. Boy was met die. Nou, ik moet straks ook even snel haren halen. Ik ben nu echt al kreeft aan het eten. Culinaire hoogstandjes. Wauw. Ja, alleen ik eet niet echt zo netjes, maar ja. Mijn man. Bro, ben je al klaar? Ik ben nog niet eens bij mijn moeder. Ook lekker brood erbij gekregen. Dip. Ja, maar ik ben als ik klaar ben, hoor. Nou. Al eten heb ik op me heen gevallen. Maar ze zijn gevestigd in Almere. Mm. Ik zet de Insta van hun in de beschrijving. Ik moet proeven die van jou. Oké. Oké. Ik hou van die kruiden toch. Oké, maar je druipt echt over me heen. Hier heb je een stukje kreeft. Ik ga hem nu openbreken. Oh, hij is nog best wel heet hoor. Ik vind het altijd echt moeilijk om het eruit te eten. Dat is een handschoen, hè. Dus ik pul ik het er gewoon uit. Oh. Ja, wat is dit? Ja, ik weet niet. Het voelt echt als een oogbal, hè. Proef eens. Het heeft geen smaak, proef eens. Nee. Nou, lijkt op een vleugel. Ik vind het altijd echt moeilijk open te maken, hoor, je kreef. Iemand moet me echt even een tutorial laten zien. Het is geen saus of zo. Saus? Mm-hmm. Die hele emmer zit vol met saus. Wow. Heb je een hamer nodig om dit open te maken? Ja, kan. Oh. Ai. I got it. Ik heb dit jackpot, jongen. Ik heb eentje opgeprobeerd. Nou guys, ik heb net mijn haar losgemaakt, want ik ga morgen mijn haren vlechten in Den Haag. We hebben net een grappige video gemaakt van Dag op mijn snap. Het is zo grappig dat het gewoon in die vlog moet. Ja, echt. Nou, hier komt het.
Jongens, ik ben officieel geen miljonair. Ik ben officieel multimiljardair. Wow. Waar is mijn kaviaar? Waar is mijn kaviaar? Oh no! Dan, wat is er? De Chateaus Eind verkocht de duurste wijn in de wereld. Mijn chateau, mijn chateau. Ik vind het niet leuk, mijn jongens. Ik ben gewoon op zoek naar mijn chateau. Heb jij mijn chateau? Weet je zeker je hebt mijn chateau? Weet je zeker je hebt mijn chateau? Nee, doe je dat echt? Ja. In ieder geval. Mijn chateau! Hey, weet je wat ik echt met Vonne wil doen? Een challenge. Die heb ik vaak in Amerika voorbij zien komen. Ja? Dat je een challenge doet dat je de hele dag nee moet zeggen. Of ja, toch? Je de hele dag ja. Op alles zeggen. Dus laat het in de comments weten. Ik wil die video maken in ieder geval met Vonno. Ja, maar dan moeten we wel één ding afspreken. Want dan moet er ook een versie komen dat jij dat moet doen. Niet alleen ik. Oké, maar jij gaat dan eerst. Ja, is goed. Maar je moet... Geef me die pinky. Of ik ga eerst. Jij gaat eerst? Nee. Ik ga niet eerst. Jij gaat eerst. Oké, maar we gaan wel ook een Davio versie maken. Als de kijkers het zeggen of anders niet. Oké, zet in de comments en DM hem van ja, dat moet. Want hij, zeg maar als hij... Anders niet, hè? Ja. Dus als ik geen comment zie... Wow. Echt oninteressant. Als ik geen comment zie dat het niet moet, of kunnen ze niet dat doen, dan moet jij het alleen doen. Oké, maar ik wilde ook comment zien dat ik het moet doen. Nee, dat waar is gaat de die hand challenge. Van jou? Dat is de challenge. Ik had even jeuk bij mijn been. Barney slaapt inmiddels al. En ik ga even de Davio's eten van It's a Boil even opwarmen. It's a Boil? It's a Boil. Yo guys, het is alweer de volgende dag. We zijn in Den Haag bij Murphin. Hair studio, you know how we do. Yeah. We zijn in Den Haag. Ik lijk echt op een kaal geplukte kip. Maar we gaan mijn haar nu vlechten. Dus ja, ik heb zwart gehaald en een beetje kastanjeachtige kleur. Ik ben echt benieuwd hoe het staat, want ik heb meestal eigenlijk alleen zwarte vlechten. Dus ik ben echt benieuwd hoe dit gaat staan. Guys, deze winkel heeft dus een samenwerking gevraagd. En alles is echt super goedkoop. Maar ik ben dus benieuwd of de kwaliteit ook wel echt goed is. Want ja, ik bedoel, er staat hier een pruik voor 9 euro. Dus ik dacht van ja, laat me dit gewoon gaan testen. Want ik wil gewoon weten hoe die kwaliteit eruit ziet. Dus ja, ik heb het nu besteld en ik ga jullie dan laten weten hoe die kwaliteit is. Nou, we zijn bijna klaar. Dit is de color. Echt super mooi die kleur. Ja man. Nou guys, ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar is gedaan. Ik wil de vlog afsluiten. Vonden jullie dit een leuk video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te... abonneren.